Ze had het zelf niet durven dromen, maar het is er mooi gelukt. Exact 1 jaar geleden drukte Ramona Aben uit Lelystad haar allerlaatste sigaret uit. En dat was de beste beslissing die ze ooit nam. Ja, ja, zeker, zeker. Ik mis het voor geen meter. Ik ben er heel blij mee. Ik had nooit verwacht dat ik dit zou kunnen doen. En ergens stiekem had ik denk ik ook nog wel verwacht dat het ook niet lang stand zou houden. Maar het is makkelijker dan je denkt. Ramona deed mee aan Stoptober, de actie die rokers oproept een punt achter de peuk te zetten. Op 1 oktober 2021 liet ze zich samen met lotgenoten voor 48 uur opsluiten in het Stoptoberhuis in Vinkeveen. En dat markeerde de start van de rest van haar leven. We hadden echt wel een hele planning de hele dag. Met coachingstijden. We hebben ook hele leuke dingen gedaan. We hebben gesport. Er zijn allemaal artiesten zijn er langs geweest. Die hebben ook allemaal hun verhalen gedeeld. En leuke dingen gedaan. Dus we hebben een hele plezierige tijd gehad. En we hadden elkaar. Maar de winst kwam ook Ramona niet aanwaaien. Ze werd emotioneel, chagrijnig, kort lontje, gestrest, slecht slapen. Maar met de hulp van de coaches van Stoptober leerde ze inzien dat al die rotgevoelens betekenden dat ze aan het afkicken was. Als roker ben je ook gewoon een verslaafde. En heb je dus gewoon ook te maken met ontwenningsverschijnselen. En als je je dat gaat realiseren en jezelf er ook nog eens toezet om daar doorheen te gaan, dan zul je zien inderdaad dat met een paar dagen gaat het echt een stuk beter. 365 dagen later lacht het leven Ramona toe. Er is leven na de peuk. En dat leven is veel leuker. Ik heb veel minder last van stress in mijn lichaam. Ik slaap veel beter. En sorry dat ik het zo zeg, maar mijn stoelgang is ook verbeterd. Dus er zijn zoveel dingen die verbeteren. Er is leven na de peuk. Er is absoluut leven na de peuk. Ja, zeker weten. Ja,